Wat hebben jullie meegekregen van de coach voor deze wedstrijd? Dat we voor eigen publiek natuurlijk meteen vol gas moesten geven. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Ik denk dat we best wel wat kansen hebben gehad. Ik denk meer dan dat zij hadden. Grotere kansen ook. En ik vind 2-1 eigenlijk ook wel mager als je kijkt naar de kansverhouding. Kun je eens die situatie even omschrijven? Van het moment dat jij die bal kreeg tot aan de goal? Ik weet het niet eens meer. Ik vergeet het bijna de hele wedstrijd altijd. Ik ben zo in het spel dat ik na de wedstrijd niet echt meer weet hoe het ging. Nu mag het door naar de week. Ik moet hem geven op Gakpo. Gakpo moet hem geven op de Jong. Hij kan ook zelf scoren natuurlijk. Hij is weer terug. Hij is weer belangrijk. En hij scoort ook meteen. Tony legde en die gaf hem Cody. En die legde hem in het mandje. Maar daarvoor moet je me niet vragen. Ik weet alleen het laatste stuk. Je hebt vaak de bal van Nodi nodig. Jullie zijn daarin best wel een duo, kan ik het zeggen. Na de rust, echt voor de tweede helft, toen het begon, toen hadden jullie een gesprek. Weet je nog waar dat over ging? Volgens mij ging het over de druk zetten. Wat zei je tegen hem? Ik weet het echt niet. Ik vind het echt moeilijk. Ja, sorry. Ja, ik vergeet dat. Ik zit zo in het spel, ik vergeet zoveel. Maar het was in ieder geval een hele goede tip. Mijn tips zijn vaak goed hoor. Maar ik weet niet meer wat. Nee, sorry. Hoe erg kijk je uit naar de komende wedstrijden? De komende 2 wedstrijden heel erg. Want het zijn eigenlijk... vooral Monaco is heel belangrijk. Denk ik voor de club ook. En we willen gewoon Champions League spelen. Dat is voor iedereen hier heel belangrijk. Dus ik denk dat die het allerbelangrijkste is. Maar Ajax is eerst. Dus daar gaat eerst nu de focus naar. Ja, geweldig. Ik denk dat het een goede overwinning was. De eerste voor mij in het PSV-shirt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.